Jeroen, een mooie traditie is tijdens jouw thuisquarantaine geboren. Ja. Tijdens deze ethisch achtdaagse. Iedere dag even. Ik vind hem leuk, het smaakt naar meer. Een ethisch vinyldilemmaatje. Welke heb je vandaag meegenomen? Ik heb 2 singeltjes meegenomen. Het zijn originele singeltjes uit de jaren 80, waarvan er eentje ook al soort van half vergeeld is. Die heeft denk ik iets te lang in de zon gestaan bij iemand. En namelijk uit 1980, Maywood en Late at Night. Early morning light. Ik ken hem. Ja, oké. Okay. Bespaar je de moeite. En deze, dat is dan iets meer, iets chiquer. Algero en Morning. Zo mooi is. Lekker zondag ochtendplaatje. Maar welke van de twee? Dus Maywood met? Maywood met Late at Night of Algero en Morning. Vernieuw, welke moet het worden? Laat het ons maar even weten via de NPO Radio 2 app. Dit is de ethisch achtdaagse. NPO Radio 2. Maar de grote vraag is, waar heb je origineel veel zin in? Maywood. Of Algero. 2 singeltjes meegenomen van huis uit de grote vinylbak. Uit de jaren 80 beide. En nou, ik ben heel nieuwsgierig, want ik zag wel... ja, er is heel veel binnengekomen. Maar... Het was een spannende strijd, laat ik het zo zeggen. Maar Anita, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jij vertegenwoordigt de groep die het vaakst heeft geappt. Zo, dat is leuk. Ja, dat vind jij inderdaad. Ja, maar ja, ik denk, dit is een lekker vrijdag mee zingnummer. Oh, dan weet ik al hoe laat het is. Ja, dan wordt het Algero met Morning. Ja, ik trek, ik trek even mijn schoenen uit. Ja, nee, het is natuurlijk ook een heel lekker vrolijk liedje. Er is helemaal niks mis mee. Nee, daarom. De grote vraag is alleen, want ik maakte me net wel een beetje zorgen, Jeroen. Jij zei dat het hoesje een beetje vergeeld is, omdat hij waarschijnlijk in de zon heeft gelegen. Is het vinylsingeltje dan nog wel draaibaar? Ik weet het niet. Ik heb nou, vast. Ja, vast. Niet zeuren. Leg het er al op? Ja. Oh, het komt zo strak. Hartstikke goed. Genieten van Anita. Ja, goed. Ja, dat mag weer, hè. Late at night. We kunnen de hele nacht doorgaan. Figure up my diet. I run around in circles. Never see a soul. Late at night, early in the morning light. You can see them all. Late at night, early in the morning light. You can feel them all. Beter klinkt dan ooit, Jeroen.
Ja, hartstikke lekker om in de zon te laten liggen. Ik zou je aanraden, als je nog iets van mee moet hebben liggen, leg het in de zon. Meevallen. Ik durf het namelijk niet voor de kwaliteit in te staan. Maar het ging eigenlijk wel goed. Op het laatste hoorde je het een beetje. Als ze zeg maar uithaalden dat hij net een beetje niet helemaal miszuiver. Nou, niet. Ja. Nou ja, zo krassen. Er is goed van genoten en daar doen we het voor natuurlijk. Het is weer zo'n mysterieus stickertje in de linkerbovenhoek. Of de rechterbovenhoek eigenlijk. Ja. WO43, waar staat dat voor? Ik heb geen idee. En het is heel leuk, want dat is ook altijd. Want ik haal die dingen dan bij zo'n tweedehandswinkeltje. Kost ze 50 cent per stuk. Mm-hmm. Maar er zijn ook vaak mensen die hun naam erop geschreven hebben. En toen heb ik al een keer een hele zoektocht gedaan naar iemand die erop stond. Bleek een hobby-discjockey in Delft te zijn. Nou, die blijkbaar zijn plaatjes. Er staat wel een jaartal op, 1980. Ja, dat heb ik erop geschreven. Ja, super handig.